Een hele goede morgen. Je zou denken dat het middag is, maar het is nu 9:15. En we waren aan het spelen, klap in de handjes en dat soort ongein. En ineens had hij zoiets van, maar ik kan ook gewoon tegen mama aan gaan liggen. Oké. En toen had hij zoiets van, ik kan ook mijn ogen dicht doen. En toen was hij weg. Hij is niet makkelijk te krijgen. Dus ik ben gedoemd te blijven liggen. Nee, ik leg hem daar gewoon even lekker in zijn bedje. Want daar slaapt hij toch wat rustiger en beter. Dan kan ik nog wat dingetjes doen. Nog even wasje ophangen, was al zetten enzovoort. Dus dat. Trouwens, welkom bij mijn nieuwe Ups & Down. Gezellig dat jullie kijken. Ik ga deze slaapkop heel eventjes in zijn bedje leggen. Er is er weer iemand wakker. Ben je weer bij de tijd? Oké. Echt waar? Heb je dan gedroomd? Hallo. Ja. Oké. Mama, jou eruit halen? Gaan we lekker fruitje eten. Is dat goed? Oké. Jullie hoorden wat we horen. Jordi heeft een fruithapje gehad. En we hadden het manneke lol, zeg. Iedere keer als hij een hap kreeg, zat hij met een smile van oor tot oor te lachen. Ik denk dat hij lol had om zichzelf of zo, ik weet niet. Ik ben ondertussen de ups en downs aan het uploaden. En Jordi is lekker aan het spelen. Moet mama weer de horen erop doen. Bedankt voor het bellen. Kringelingelingen. Hoor de dieren zingen. Hoorden we naar je vader? Nee. Ik wist niet dat hij ook in dat ding zat. Moet je zo doen. Hallo, met Jordi? Hallo. Nee, pizza? Nee, die verkopen we niet. Oké. Mama hem er weer op zetten dan. Mama hem weer op doen. Bedankt voor het bellen. Kringelingelingen, hoor de dieren zingen. Hier, dan hoort hij toch echt papa roepen hoor. Oh, moet mama het weer doen? Oké. Hij pakte mijn hand vast, met andere woorden. Doe hem dus op. Bedankt voor het bellen. Tja. Kringelingelingen, hoor de dieren zingen. Wie belde er nou? Oh ja, moet ik weer? Oké. Ja, mama doet het al. Bedankt voor het bellen. Je heeft hem al op zitten, kijk maar. Kom maar afpakken. Wij gaan nog heel even verder spelen hier. En dan ga ik heel even kijken of dat hij flesje wil. Misschien dat hij nog wel heel even gaat slapen. Ik weet het niet. Ik weet niet wat er vandaag allemaal gaat gebeuren. Ik denk wel dat hij straks nog heel even slaapt. Jordi ligt nu even op bed. Hij is er niet mee eens. Hij heeft zijn flesje gehad. Hij zat dit in zijn ogen te wrijven. Hij kneep me, hij beet me, hij deed van alles wat niet mocht. En dat wist hij heel goed, want hij was een duivel af en toe.
Dus ik heb hem in zijn bed gelegd en gezegd dat hij daar maar even moet gaan afkoelen dan. Dus je hoort hem. Kijk wel even of hij in slaap valt of niet. Maar hij moet in ieder geval zichzelf maar eens gedragen, want ik hoef niet gebeten te worden. Een hele goede morgen. Ik heb gisteren niet veel meer gefilmd. Ik was zo moe. Ik ben al langer moe. Misschien dat jullie dat ook wel gezien hebben. Mijn schildklier staat niet goed. Of stond niet goed. Ik heb nu extra medicatie daarvoor. Maar dat betekent dat mijn lichaam daar gewoon echt zwaar aan moet wennen. En dat duurt 2-3 weken. En over een maand moet ik weer prikken. Maar die stond gewoon echt niet goed. En dan krijg ik eventjes een zak hooi moment, noem ik dat. Want dan voel ik mij net een zak hooi. En dan gaat het geleidelijk aan weer beter. Vandaar dat ik niet veel meer gefilmd had. Want ik was gewoon veel te moe. Jordi duurde wel gisteravond langer met in slaap komen. Dus dat was ook nog wat extra werk voor ons. En voor de rest, ja, gewoon gerelaxed en geslapen. En dat was het eigenlijk. Maar goed, een nieuwe dag, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Wat een lekkere vent heeft net zijn flesje gehad. En die ligt nu te slapen. En ik ga hem zo lekker in zijn bedje leggen. Wat hebben we allemaal vanmorgen gedaan? Fruithapje, gespeeld, geknuffeld, gekroeld. Dat was het. Niels is nu even werken. Die is dadelijk een keer te thuis. Niels is inmiddels alweer thuis van het werk. Die is Jordi heel even in de buggy aan het zetten voor mij. En dan gaan Jordi en ik heel eventjes naar de winkel. Gaan we even op pad, hè? Hij heeft zijn soepje, alles al gehad, slaapje en zo. Hoi. Was het werk weer leuk? Ja. Ja? Druk. Druk, oké. Okay. Gaan wij naar de winkel. Wat vind je ervan? Zwijgen was toestemmen, toch? Nee. Oké. Okay. Hij zit te kijken wanneer hij gaat rijden. Ja, wij gaan lopen. Jordi heeft al gegeten. Deze kleine frummel heeft al gegeten. Hè? En dan gaan we zo spoelen en lekker het badje in. Nou, de winkel kon ik niet filmen, want het regende pijpstelen. En dat was niet zo geweldig. We gaan hem zo spoelen. En dan gaan we lekker badderen. Ja, we gaan lekker badderen. En daarna is het natuurlijk weer tijd voor flesje en bedje. Want hij is ook een beetje moe. Nu samen op jouw vingers zit je zo weer. Heel mijn hemel te open omdat je er krabt. We hebben Jordi gespoeld en heel de badkamer zat onder. Nou, gelukkig spoel je dat zo weer weg. Ja, maar ik heb wel daarna echt de badkamer even alles helemaal van de kant af gehad, geschopt enzovoorts. Want ik vind dat niet zo fris. Dus ik heb alles, de badkamer daarna nog helemaal schoon staan maken. En Jordi die werd weer wakker van buikpijn. Dus we zijn daar ook weer even mee bezig geweest. En we hebben hier nog opgeruimd. En dan gaan we zo naar bed. Ja. Dus is vroeg. We gaan vroeg naar bed, maar we zijn moe. Welterusten allemaal. Welterusten. Een hele goede morgen. Nou, Jordi die heeft vannacht gespookt. En Niels die heeft grotendeels voor Jordi gezorgd. Niels ligt nu op 5 centimeter en Jordi die heeft de rest van
bed ingenomen. Ik heb ook al Jordi zijn ontbijt willen geven, maar die wou die zelf niet. Dus hij heeft nog geen eens een derde volgens mij, of de helft gegeten. Dus dan gaan we het straks maar weer proberen met fruit. Maar meneer Spook... Maar meneer Spook die was vannacht goed bezig. En nou zit hij Niels weer te vervelen. Ja, papa vervelen, hè? Hij is lief. Is hij lief? Ja. Maar vannacht niet. Wie is dat? Is dat Jordi? Dat zie jij niet zonder bril, hè? Nee. Oh. Boom. Oh. Boom. Wij gaan nog eventjes verder bed hangen. En dan gaan we dadelijk naar beneden toe. Wij liggen nog steeds even in bed. En wat Jordi altijd heel lekker vindt, is zoals ik nu lig. En dan dat hij gewoon lekker kan genieten. En dat hij je gezicht zachtjes voelt. En dat hij een beetje kan bewegen. En dat vindt Jordi geweldig. En dan moet je zo zijn ogen dicht doen. Uh-huh. En Niels die slaapt ondertussen weer. Dan vindt Jordi altijd het einde. Gewoon koelen met mij of met Niels of met allebei. En dan gewoon dat hij je gezicht voelt. Dat je er bent. Of hij heeft je arm of vinger vast. Daar geniet hij het meeste van. Ja, hè? Vind je? Ja. We gaan nog even verder koelen hier. Jordi krijgt lekker de fles en dan gaat hij naar bed. Ik denk dat hij deze wel opdrinkt, in plaats van zijn fruittapje had hij ook al niet op. Hij houdt zijn ouders goed bezig. Yes. En dan te bedenken dat we ooit nog een keer een tweede willen. Hij gaat gelijk verstoffelen voor het licht. Ja, dat was niet lief van papa. Jordi was net wakker aan het, zichzelf wakker aan het huilen. Dus Niels heeft hem even gepakt. En ik kon het niet goed filmen met het licht. Dus toen heeft Niels eventjes de rolgordijn helemaal opengezet. En dan vond Jordi niet zo'n strak plan, want papa een idee had. Wil jij wakker worden, kleine boefie?
Maar nou lijkt het weer alsof hij weer wil slapen. Maar we gaan niet slapen. Wij gaan hem heel even verder wakker maken en soepie geven. Want nou lijkt het alsof we heel de dag in bed hebben gelegen, maar dat is niet zo. Ja, we hebben niet heel de dag in bed gelegen, jongen. Ondertussen al dingen gedaan. Niels heeft alweer gesport. Ik heb wel was gedaan en opgeruimd. Enzovoort. Wij zijn inmiddels alweer thuis van de winkel. We hebben ook al gegeten. En Jordi die is aan het zeuren, want het is tijd voor meneer zijn fles. Ja. Papa heeft jouw tandjes al gepoetst en jouw luiertje gedaan. Mama nog een kusje. Dankjewel. Ja, ik ben nog helemaal ondergekweld. Ja. Ja, tuurlijk. Dus je kan ook lachen in plaats van zeuren. Vinger in je mond doen, Jordi. Die grap ken ik. Dat grappen wij niet meer. Piep. Als je dan zijn vinger in zijn mond doet, dan doet hij niks, hè? Nee. Dus nou, kom. Ben je zo moe? Ik ga nog even kussen met hem. En dan gaat Niels... Jawel, ik ga nog wel kussen met jou. Nee. En dan gaat Niels... Jordi zijn flesje geven. Wij gaan lekker naar bed. En we gaan... Het is weer mooi geweest voor vandaag. Ja. En we gaan deze ups en down ook weer afsluiten. Jordi ligt lekker te slapen. Hij heeft eigenlijk gewoon de hele avond geslapen zonder problemen. Ja. Hopelijk houdt hij daar vannacht ook vol. Ja, en wij hebben bonje gemaakt. Ik wil wat aanpassingen in huis hebben. Voor onder andere Jordi als hij het kruipen en zo ook boven. En daar hebben we even over gediscussieerd wat we willen doen en moeten doen. Ja, zij gepraat, ik luister vooral. Ja, want ik beslis. Uiteindelijk. Maar goed, wij gaan deze ups en down afsluiten. En wij gaan lekker slaapje doen. Oh ja, ik heb trouwens ook nog deze ups en down geëdit. Dit laatste stukje moet ik er nog in editen. Ja? Ja. Welterusten. Welterusten. Slaap lekker.